Gorde heeft resoluut besloten om niet in te gaan op het aanbod voor een televisieserie over zijn leven. In een recent radiogesprek op de Perstribune onthulde de 55-jarige zanger dat hij weliswaar benaderd is voor een dergelijk project, maar vriendelijk heeft bedankt. De aanleiding voor dit gesprek was de bespreking van de nieuwe serie Patty, die het leven van Patty Brart belicht. Videoland, de streamingdienst van RTL waar Patty wordt uitgezonden. Overweegt blijkbaar om meer van deze biografische series over bekende Nederlanders te produceren. Gordon, die geen verdere details prijs gaf over zijn afwijzing, prees met name de jeugdjaren van Patty Bart in de serie Patty. Hij uitte zijn lof voor hoofdrolspeelster Hallie Brood en haar overtuigende vertolking van Bart. Toen hem werd gevraagd wie hem zou moeten spelen in een mogelijke serie over zijn eigen leven, gaf Gordon aan daar nog niet over te hebben nagedacht. De serie over Patty Bart die vorige week op Videoland in première ging, is geregisseerd door Wil Koopman, de bekende regisseur achter successen als Oogappels en Gooise Vrouwen. In de serie speelt Eva van der Weijde even de meer volwassen versie van Bart, terwijl een belangrijke bijrol is weggelegd voor acteur Dook van Dijk, die de rol van Gerard Joling op zich neemt. Kortom, terwijl Patty de kijkers boeit met het leven van Patty Bart, blijft het persoonlijke verhaal van Gordon voorlopig buiten de schijnwerpers van een televisieserie.